Hey, goedenavond. Ik ben de laatste tijd getriggerd door, laat me zeggen, Exodus 20 en Matthäus 5. Waar gaat het over? Dat zijn de wetten. De 10 geboden aan de ene kant, Oude Testament. En Jezus, die het een en ander nog een stukje aanscherpt. Ik weet best dat er 613 geboden zijn waar, laat me zeggen, de Joden of de mensen in het Oude Testament zich aan moesten houden om in het reine te komen met God. En ik heb dat dan maar een beetje aan de kant geschoven. In de zin van: Jezus is gestorven voor mij. Ik ben zo blij. Hij redde mij. Daardoor kan ik bij God komen. En die wetten houden. Oh, dat is allemaal oud verbond. En het nieuwe verbond. En al dat soort ingewikkeld gedoe. En het is weer bij me teruggekomen. 10 geboden en Jezus die eigenlijk gewoon zegt van geen punt of komma van de wet zal verloren gaan. Zo moet worden gedaan of ik doe er niks aan af. Jezus onderstreept het belang van de wet. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. En ik ging me afvragen, hoe zit dat? Hoe moet ik met de wet? Is het nog van deze tijd? Is het een foutje? En eigenlijk stelde ik mij de vraag: wat maakt die wet mij zichtbaar over het karakter van God? Hoe kan ik het überhaupt toepassen met Equip to Live, met het uitreiken van mensen? Mag ik wat zeggen over de God die ik heb leren kennen? En dat is een God, als eerste bijvoorbeeld, God is een gevende God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God die gaf het beste wat hij had aan ons. Kortom, God is een vrijgevig God. Hij schiep hemel, aarde, geloof ik, in een goede staat. Geen ellende. En dat gaf hij aan ons. Om te beheren. Daarentegen, Satan was degene die er alles aan deed om die goede aarde uit onze handen te roven. Sterker nog, in Johannes 10, vers 10, en ik spiek er eventjes, ook al ken ik de tekst, daar staat: de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Wie vertegenwoordig jij? Wie vertegenwoordig ik? Als ik met mijn tijd aan het sjoemelen ben, dat ik zou moeten werken. Wie vertegenwoordig ik als ik mijn klusje zwart doe? Het is niet om te wijzen, het gaat om mij in dit geval. Het gaat niet om wat jullie doen, het gaat om wat ik doe. Vertegenwoordig ik een God die geeft? Of vertegenwoordig ik Satan die steelt en die rooft? Het stuk van Oud-Hollands: geen vals getuigenis afleggen. Het is een beetje een combinatie met roddel, kwaadspreken. Wie is Jezus? Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Er is geen leugen te vinden in God, in Jezus. En als ik al een beetje lieg, een beetje mijn gal aan het spuwen ben op social media, valse leugens verkondig. Wat vertegenwoordig ik dan? Is het Satan, waar staat in Johannes 8, vers 44 dat hij de vader van de leugen is? Dus als ik ervoor kies om niet te liegen, laat ik eigenlijk zien dat die God in mij leeft, dat stuk karakter. Snap je wat ik wil zeggen? Ik ben de Heilige Geest gaan vragen: welk aspect van Gods karakter, van eigenlijk van jouw karakter, vader, vertegenwoordig ik als ik dit stukje wet ga houden? Het is niet een kramp waar je dan in leeft van ik moet deze wet houden, maar eigenlijk wordt het een soort van kracht. Als het jouw passie is om God meer te zien werken in jouw omgeving, zou dit wel eens een sleutel kunnen zijn. Door gewoon eens even in je binnenkamer te kijken van hé, hoe ga ik om met de wet van God? Want het is eigenlijk een middel
om krachtiger te laten zien wie Vader God is aan de mensen om je heen. Simpelweg omdat je acties luider spreken dan je woorden. Je acties laten meer zien over het karakter van God dan je woorden. En ik wens je een gekke avond, nacht, slaap lekker, geniet ervan. Doe ik het ook. God zegen.